Kijk, ik heb mij dus net gewassen. En ik ga me dus klaarmaken om te gaan eten. Het is hier niet zo warm eigenlijk. First day. Dit is dus mijn uitzicht, joh. Zwembad. Dit is een big ass mirror. Outfit, gewoon een kleedje van de H&M met deze ketting. Ik ga nog mijn ringen aandoen, mijn enkelbandje en sokken en schoenen. En be right back. Ik ben hier van deze middag en we hebben nog niet gezwommen en dat is echt super raar dat we nog niet hebben gezwommen. Dus hopelijk morgen, tenzij als we een uitstap gaan doen, maar ik hoop het niet, want I don't like een uitstap. We zijn wel al naar de zee geweest net en wat dingen gekocht. Misschien doe ik een haul. Oké, ik ga nu de shopping haul doen. We zijn dus naar de Alleop geweest. Dat is zo die leuke winkel voor weinig geld. Maar niet die winkel, hè. Dat is waar je leuke spullen kunt kopen voor weinig geld. Zoiets als Flying Tiger of zo. Een Spaanse winkel. Het eerste wat ik heb gekocht en waarmee ik nu aan het filmen ben, is deze ding waar ik de naam ben van vergeten. Tripod. Hey, dus daar. Daarmee ben ik nu aan het filmen. Top. Het tweede wat ik heb gekocht is een... Ja. Dus dat is een 3D-puzzel. En ik heb een unicorn. En heeft iedereen iemand iets? En iedereen, dus mama. Mama ook? Nee, de kindjes. Hè. Ah! Jochen wel, hè? Nee, voor de twee gewoon. Ah, en dus Victor en ik. Moet ik gaan douchen? Moet iemand ook naar het toilet? Nee. Nee? Nee. Blooper, kom erbij. Dus Trix heeft een. Dus ik heb een unicorn. Ik heb een panda. En. Ja. Die van mij heeft 136 puzzelstukjes. En die van mij heeft 177 puzzelstukjes. En mijn stiefbroer heeft een hond en die is er al aan bezig. En er mist bij man een stukje, dus... Ja, de handleiding klopt niet helemaal. Dus we zijn bang. Ik hoop dat het van mij wel. Het volgende dat is gekocht is voor Victor iets. Omdat ik deze statief heb gekocht, heeft zij ook iets. Ja, popsocket, maar zo'n ringetje. Omdat ik graag... Weer de keet. Unicate. Omdat ik graag op de trein of op het vliegtuig series of films kijk. En het is makkelijker als ik mijn gsm kan neerzetten. Ja, want ze zit nu altijd zo. En dan het laatste wat we hebben gekocht, of toch wat wij gebruiken, is deze nieuwe borstel. Want onze oude borstel die valt gewoon uit elkaar. Also een Unicate. Kitty cat. So, very, very cute. Ondertussen heb ik dus mijn ringen al aangedaan en mijn ketting aangedaan en mijn enkelbandje aangedaan, zoals ik daarnet al zei. Hè. Victor heeft een kleedje aan van de Primark. Mm-hmm. Want oma heeft dat voor haar gekocht. Klopt. Shout-out naar Omi. Rosa, wat? Nee, dat gaat er niet in. En... ik heb een kleedje aan van de H&M. Mm-hmm. Dat gelukkig is gekrompen, want het was veel te groot. En wat gaan we nog doen vandaag? We gaan... eten. En slapen. Gewoon eten en bekomen van dit hotel. Ja. Want we hebben nog niet gezwommen vandaag, dat heb ik dat net al gezegd. En dat is echt raar. Omdat we hier al zo vroeg waren. En we hebben eigenlijk nog niks gedaan. Behalve dus naar het strand geweest. En in die winkels geweest. Ja, dus we gaan eten en dan slapen. Ga ik deze video bewerken, wat ik nu al heb, ga ik bewerken. Later! Doei! Ja. Hallo lieve schattertjes, hier zijn we weer. Ik wou eigenlijk gewoon het licht laten zien. Oh, dat is mooi zo.
You look pretty AF. Oei, ik moet mijn haar nog kammen. Doei! Ja, Abby! Jongens, kijk eens. Maar je komt echt achter. Fluff! Ik heb mijn streep, zie ik niet? Hallo, mijn streep bent u, hè? Hallo! Ligt die mijn streep? Ja, met mijn. Ja, maar ik zeg ligt die mijn streep, ik ga zo bij mij. Ja. Oké, okay, ik ben in mijn kamer met... Yo, Victor. En met... Sebastian. En met... Ja. Ja, die zie ik ook. En we hebben dus net gegeten en wat gaan we nog doen? Slapen en spelletjes spelen. In welke volgorde? Spelletjes spelen en dan slapen. gewoon een minuut duimpje. Oké, okay, we gaan spelletjes spelen. Doei, ik ga spelletjes vloggen. Nee, grapje. Slaap wel. Ik sta zo achter u. Hey Ilias, je bent er nog niet in geweest. Slaap wel, lieverd. Slaap wel. Tot morgen. Morgen. Lief dromen. De kleine trolletjes zijn aan het slapen. Maar ze deugen niet toe. Maar ik moet toch nog naar de tanden. Ah ja, ik ook. Ah ja, die moeten hun tanden wel poetsen, hè? Die doen dat nooit. Because we have dirty brothers. Doen jullie allemaal mee met de hashtag dirty brothers? Ik ga slapen met dat plasticje, hè. Dirty. Ik ga het er niet af. Heeft iemand soms een lifehack? Ik heb geen schaar mee. En het plasticje hangt er nog aan. En trek mijn vingers kapot. Dus ja, ik ga het al noemen met plasticje. Dirty! Check allemaal mijn mooie pyjama. Van Primark, dat was denk ik volgens mij €5 of zo. En deze pyjama is eigenlijk heel mijn leven. Want die is ook gewoon oversized en mooi. Doe wel eens good night. Wil jij ook nog iets zeggen? Nee. Wat is de woord, jongen? Good night. Good night. Doei. Dit is einde van dag 1. Morgen komt dag 2. Slaap wel, kindertjes. Doei.